face you. I'm already chasing. What about a little bit? I'm already living. I'll be passing. That's passing. Stop. Gewoon nog, man. Hey guys. I'm back. We gaan niet te lang die intro vol lullen. Die 10 minuten hallo al. Maar Creators Corner Tigers Ace. Bijna 20.000 supporters. That's fucking nice. I love. Hoeveel geld moet ik doneren om een Twitch streamer Arta te tonen? Het is tussen de 5 en de 10 voor een kleine nipslip. Who doesn't love some good tits? Ik vind het wel leuk om naar Twitch te kijken. En dan net zo tieten te zien in mijn scherm. Je hebt sites zoals... Daar kijken we niet naar. Oh, zeg, hij vieze mannen. Je hebt ook Twitch. Waarom zou je naar zo'n vieze site gaan? Als je ook gewoon naar Twitch kan gaan. Daarom ga ik vannacht tonen aan jullie. Dat je geen geld moet doneren aan rare modellen op YouTube. Je kan ook gewoon op Twitch, zonder dat je iets moet betalen, kijken naar chicks die misschien niet een terrytje. I love damn streamers, man. Ik stream de laatste tijd gewoon zoveel op Twitch dat ik ook door heb van mijn kijkers willen ook hier en daar welke boobie ziet. En dan doneert er iemand geld en dan toon ik mijn terry. Dat is een nice tit. Bij veel van die vrouwelijke streamers vraag ik mezelf dan af van hey, ben ik naar Twitch aan het kijken of is dit live jam? Nee, het is Twitch. She playing some games. Op Twitch heb je dat soort tab just chatting. Want dan ben je geen game aan het spelen. Dan ben je gewoon even aan het chatten met de kijkers. Hello. Is a nice girl. Is it... Hey. That's close enough. And that's for free. For free? Je moest er niet eens voor betalen. Oh. Kram. Hoe doe vrouwen dat? Kram. Ik vind die muziek wel leuk. Ik ben Gorilla's haar. It's close enough and it's for free. Daarvoor moet je niet eens doneren. Maar hoeveel moet dan dit meisje doneren? Hey, Poolflower. Hoeveel geld wil je dan voor een tilly? Dit is dezelfde chick als dat we net hebben gezien. Voor een kleine donatie van 10 euro krijg je dit. Welk spel is dit? Is dit... Fortnite. Oké. Ik wil gaan terug naar Tetten. Toen ik begon met streamen in 2014, als je langer dan 10 minuten gaat spel spelen, dan werd je van die site gekickt, man. Maar nu door de opkomst van vrouwen op Twitch, just chatting is a new way of like putting yourself in the picture, snap je? Om te tonen dat wij ook meer te bieden hebben dan enkel gamespellen. Of door een komkommer te eten. Huh. Daar is dus niks mis mee. Dat is toch just chatting? She not chatting at all. She just enjoying a huge komkommer in her mouth. Pas op voor die kaak, man. Pas op dat je geen kramp krijgt in je kaak. Ik voel hier zo op bol zitten en zo. Gewoon even het huis decoreren op stream. Het is ook niet just chatting, man. Oeh. Het is just squatting. En opeens ben ik wel fan. Kom maar. Oeh. Oké. Kijk, maar je doet het niet goed, man. Als je squat, je schouders moeten even wijdig lopen met je... Waar de fuck is de vuilbak, man? Ik zie daar een zakje hangen. Hé, maar... Wat de fuck, hebben we hier iets van moeten betalen? Nee, op Live Jasmine zat je nu al aan 20 euro. Je was al 5 minuten in de room op Twitch. Het is al voor fucking free. Dat is echt een goede keuken, man. Is ze dan de keuken aan het kuisen of? Het boeit waarschijnlijk niks, want de donos blijven binnenkomen. En wat is het belangrijkste? Hey, you gotta get the money. Dit is dus, hiervoor betaal je 20 euro, man. Om dit te doen, dit is een dono van 20 euro minimaal, man. Twitch, what the fuck? She bouncing on the ball. Ik ben niet mijn kom aan het tonen, hoor. Ik ben gewoon de muur aan het kuisen. Het is gewoon de muur aan het afkuisen, er hangt een beetje stof. Wat dan een fucking live Jasmine, man. Je gaat veel meer geld verdienen daar. Eigenlijk is de muur wel vuil, dan. Kijk, als ik dat zou doen op Twitch, dat ik niemand zou mij extra geld geven om een korte broek aan te doen of zo. Dat ik een beetje zo doe op een yogabal. Kan, 10 euro. Ik denk dat zij alleen maar in haar keuken streamt. Er worden niet eens games gespeeld, keukenstreams. Ik weet niet wat ze gaan doen met die groenten. Ik wil het wel weten, maar deze video moet wel monetized zijn. Ik zie daar grote groenten liggen. Nice keuken. Ik weet daar ook vrouwen zijn die gewoon nice games spelen. Die gewoon wel goed zijn in de games. Ik denk niet dat deze vrouwen goed kunnen gamen. Ze zijn beter voor die yoga dingen toch? Ze moet ook op Twitch zijn. Ze hebben die gekke setup. Ik zie daar alles staan. Dan ga ik een gaming chair, dan ga ik een PC setup. Elke dag een beetje yoga. Moet ook gestreamd worden toch? Het is allemaal Russel. Rotje, kun je even beginnen? Misschien zijn er een beetje girls live op Twitch op dit moment. Today cooking salmon. Waar de fuck is de zalm? Mama? 내가 다이어트 푸드라고 했잖아, 다이어트 푸드. 이 집만을 잘하네. Cooking salmon. Hey, we hebben geen eye tracker nodig, man. I don't look at the boobs. So depressed. And yeah. I just had to show you guys. Gewoon in de ogen kijken, man. It's depressing as fuck.
Okay, we slipped. Game is ook. This is pretty nice. Dat vind ik zo impressief, man. Zijn er ook games? Armworstelen. Dit is al een spelletje op zich. Fortnite. Dakota's lurking. Kijk die guy in de background, man. Hij is die stream aan het doen, toch? Hij zorgt ervoor dat de stream gewoon... Hey, ik wil games zien. Gamers? Ze is wel een spel aan het spelen. Snap je? Ik zie World of Warcraft, denk ik. Op de achtergrond een klein beetje, maar... Kijk, kijk, League of Legends. De facecam is zeker niet 1000 keer groter, maar League of Legends. And nothing, you don't call them nothing, you call them a respectable human being. And you do not use that word against anybody. Hey, ik wil gameplay zien. Gameplay. Hey, gameplay. 054. 66 farm op 27 minuten. Hello, Helena. Gameplay. Is dit Age of Zeons? Gooi een beetje gameplay. Danny Winnie, Danny Fanny, you. Danny Winnie. Oké, hoeveel fucking euro moet jij bij me komen te eten, man? Suck my cock. Oef. Who's dead, though? Who's dead? Oef. You. I'm talking to a body bag and you're talking to a moving person. Look at me jump. You wish you could jump, but you can't because you're dead. Deze chica heeft deze arm. Ik zie het, deze microfoonarm van Rode. Als je die krijgt in de verpakking, zit er zo'n dingetje rond. Snap je, van die dingen af en toe klept hij zo open. Dus wat hopen wij nu? We hopen dat hij in haar gezicht klept en dat zo gesmekt wordt door de arm. Vanaf dat je dat ding eraf doet, je moet die echt dicht houden, want die gaat direct zo open. Dus oeh, ik heb die aan mijn gezicht gehad, het was minder hard. Maar oeh, oeh, spring loaded. Oké. Hij is nog niet los, hij is nog niet los. Ah, ik was hyped. Oké. The female streamer with the pussies. Oh my god. The pussies! The fucking pussies, man! Dat was een bad idea. Wie de fuck probeert er nu in een kattenpaal te klimmen? In welke fucking wereld is dat een goed idee? Waarom zou je dat doen? Die katten zijn gewoon aan het chillen daar. Oh my god. Fuck. Oh no! Dit is Alinity. Hoeveel euro wil jij om een little slip? Een kleine. Deze video is duidelijk gekopie strijken nu. En meer dingen tonen van Alinity. What the fuck? Is dit neusreiniging of zo? What the fuck? Kom nu terug naar mijn kamer. Wow, dit was duidelijk een goede aankoop. Hey guys, I'm back. My daily neushaar routine. Always fucking shave je neushaar. Vind de vrouw het leuk als er zo'n vieze neusharen uit je neus... Nee, het is toch niet nice als je bij iemand staat en je kijkt naar zijn gezicht. Je ziet gewoon daar zo neusharen uit zijn neus hangen. Dan moet je dit ding meenemen. Steek het in je broekzak en zeg hier bro. I got you. Geef dit niet door. Hij staat daar, je ziet die zwarte haren uit zijn neus. Dan gewoon... Je bent aan het praten tegen hem, maar je kan geen oogcontact maken met hem. Maar elke keer als je naar hem kijkt, zie je een paar neushaartjes uit zijn neus hangen. Dus dat gewoon... Dan is het safe, dan gaat hij ook zeggen van bro, thanks man. Creator code, dan denk ik steeds het. Zou nice zijn als jullie die creator code even kunnen... Even horen, yeah, would be great, thanks. Dit is fucking gameplay man. Dit vind ik hard. Love it. De female streamer. 13, 14, 15. Ah, rip die fucking pussies man. De wereld zoals wij die kennen de dag van vandaag is een mooie plek. En veel mensen vergeten het altijd, maar deze wereld is gebouwd op de female Twitch streamers die voor kleine donos een beetje titty slip doen. Veel mensen zeggen van de wereld zou niet hetzelfde zijn als onze voorouders niet gevochten zouden hebben in het leger. De Twitch streamers, de girls die een nippy slippy doen voor guys die een kleine doni woni doen. Het is gewoon work, het is gewoon the real fucking deal. Die people van die vrouwen moeten ook gecharged worden. Denk eens aan die fucking innocent pussies. En de kleine poissie daar is een slaapje aan. Ik zou hem wakker maken, maar ik doe dat niet. Dus, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Doneer nu snel 5 euro op mijn stream en dan doe ik dit. Oh nee, andere kant. Fuck. En dan voel ik zo'n bol. Bedankt voor het kijken. Dames en heren, wat een leuke video. Kom, hard op de beat, net een poepje. Oké, luister dan. Luister. Weet je hoe ik heet? Wacht mijn broertje, maar wil je weten hoe ik heet? Is Carlootje. Kom hard op de beat, net een poepje. Tot de volgende keer, boys. Bla! Hey, no. Hallo! Nu op Spotify, vergeet niet te klinken, link in bio. Dit liedje fucking viral man, ey.
Creator Conatan X is het ticket en al geef me geld. Hey, I need your cash right now. Hey, ik heb een vork right now. Hey, sipping on the G-Fuel right now. Hey, Creator Conatan X.